254 kilometer lopen in de Zuid-Marokkaanse woestijn met temperaturen die kunnen oplopen tot 50 graden. Dat gaat Nijmegenaar Jan Fokke Oosterhof doen tijdens de Marathon des Sables. De bedoeling is dat je als deelnemer de marathon in 6 etappes gaat lopen. Reden dat de Nijmegenaar de gevaarlijkste marathon ter wereld gaat lopen is omdat dit al jaren een droom van hem is. Voor veel mensen zal het klinken als een nachtmerrie, maar voor mij is het eigenlijk mijn allergrootste droom. Ik heb toen ik 10 was, denk ik, de eerste editie gediend van de Marathon des Sables. Daar hebben we het hier over. The toughest foot race on earth. En ik zat eigenlijk op het kleed in mijn pyjama 's morgens en ik dacht, daar ga ik ooit lopen. Ja, nu is het eindelijk zover, dankzij een sponsor. Nou, wat we gaan doen is eigenlijk het is een 7-daagse wedstrijd met 6 etappes. En dan kun je denken aan ongeveer 30, 40, 40. En dan de langste etappe, die is meestal 80, soms zelfs 100. Maar daar heb je 48 uur voor. Dus je rent een dag, dan ren je de nacht in. Sommige mensen kiezen ervoor om te bivakeren naast de route. Maar dat hoef je niet te doen. En dan kun je hem dus doorlopen. En anders heb je dus nog een dag om die 80 tot 100 te ronden. En daarna heb je nog een charity stage. Dat is nog een 15 kilometer naar de finish. Maar die telt niet mee in de ranking. En die is voor sponsors, voor goede doelen. Dus dat is een beetje de race. En het moeilijke eraan is dat het zo verrekte heet wordt. Dat je je eigen bepakking draagt. Want je krijgt van de organisatie echt alleen maar water. Als je moet voorbereiden op een wedstrijd waar het 50 graden kan zijn. Dan was deze winter niet ideaal voor mij, om het maar zo te zeggen. Ik heb bijna al mijn marathons en ultra's afgewerkt met temperatuur onder nul. In sneeuw, in ijs, in de Eifel ook in de sneeuw. En recent natuurlijk ook weer ijs, waterkou. Dus het was niet ideaal om te wennen aan de hitte. Dan moet ik wel zeggen, weet ik inmiddels, omdat ik ook wetenschappers heb betrokken bij deze race, dat het acclimatiseren eigenlijk pas zin heeft, 5 tot 10 dagen van tevoren. Het is echt een hele zware expeditie. Het is niet zomaar een stukje hardlopen. Dus je moet elke gram moet je in principe wegen en overwegen. Zodat je uitkomt op een gewicht van ongeveer 7 kilo. Nou, daar kun je maanden mee zoet zijn. Ik kan echt juichend op zolder staan met een aansteker die 3 gram lichter is dan de vorige. En dan heb je het over 3 gram. Maar als je 20 etiketjes uit je kleding knipt, dat is weer 20 gram. En zo kun je blijven schaven. Ja, en elke 200 gram die je 250 kilometer door de woestijn moet slepen, die telt mee. Toen mijn moeder iets te vroeg overleed aan de gevolgen van kanker. Je hebt maar een beperkte tijd op deze aardbol. En die moet je, vind ik, zo leuk mogelijk indelen. En dat is enerzijds de dingen doen die je wil doen. En anderzijds de dingen voor het klimaat, voor de wereld. En ik probeer dit te doen. A, omdat ik het verschrikkelijk leuk vind. En B, ook om mensen te laten zien. Weet je, je kunt, als je een doel klein maakt en gewoon in beweging komt, kun je veel meer, denk ik, dan je zelf ooit voor mogelijk had gehouden.